Ja, daar ben ik weer. Sorry, er ging wat fout. Ik heb een simpele camera. Ik ben geen filmbonder. Ik ben ook bezig met sleutelen. Dus mijn vorige filmpje brak eventjes af. Jammer. Mooi momentje gemist. Dat is het enige wat ik even wil laten zien. Echt, die is helemaal ingesleten. En die slijtagesporen waar ik het over had, hier kun je zien dat er best wel even een klap is geweest. Nu even dichterbij bij de camera. En ik had nog wat verteld over de klephoeken, de soorten klep, maar ik laat het even achterwege. Wat ik zag was dat de kop verder er netjes uitzag. En ik ga gewoon straks op zoek naar andere kleppen, ga kijken wat de speling is, hoe die zich aanvoelt en hoe die zich beweegt. En wat ik net ook wilde aangeven, in het vorige filmpje, die liep dan even te snel af. Mijn memorykaartje zit vol. Maar wat ik in de haan wilde geven, kijken, spotten. Zoeken. Kijk, hier zie ik trouwens wel iets. Dus dat is wel even interessant om toch te laten zien. Ik had net de klep in mijn handen. Ik zeg, die is redelijk schoon. Daar zit wel wat olieverbruik op, maar heel weinig. Maar kijk eens naar deze klep. Hier zie je aanslag. Dat duidt op enigszins wat olieverbruik. Ik lig er niet wakker van hoor, ik vind dat niet erg. Maar we gaan dus nu verder met het filmpje. We gaan nu kijken of we dat kunnen vinden. Dat wil zeggen, de inlaat ziet er op zich netjes uit, verder is geen problemen. Hij is ook netjes losgekomen. Er is al een keer een imitatie koppakking gebruikt, dat is me ook al opgevallen. En dan moet ik even kijken in het beeld of we goed beeld hebben. Denk het wel. Die klephoedjes of die kleprubbers, die worden hard. En als dat te hard wordt, dan hebben ze de afdichting niet meer. Dus ik let altijd even op, zo. Dat is inderdaad hard. Wat ze nu al doen is ronddraaien. Op de inlaat moeilijk, op de uitlaat makkelijk. En je ziet ook dat het heter wordt op de uitlaat, verbrande olie. Ik kan wel heel makkelijk zeggen, goedkope teringolie brandt gewoon in. Is niet helemaal waar. Het hangt gewoon van het type olie af. De betere olie doen het minder. Maar het kan voorkomen dat daar altijd verkleuring zit. Ligt daar ook niet wakker van. Het wordt daar gewoon heet. Die klephoedjes moet je eraf halen. Die gaan we bij dit motorblok, omdat ik al zoveel vernieuwd heb, ga ik die ook vervangen. En hoe haal je eraf? Gewoon zo. Nou. Zie je hier? Natuurlijk sloop ik het. Maar als het een nieuwe is, dan breekt die niet kapot. Dan rekt die uit. En met je nagel moet je dit om kunnen vouwen. En dat gaat moeizaam. Dus die klephoedjes, die hebben een beste tijd gehad. Deze scheurt ook. Die breekt helemaal. Ja, ze zijn wel tamelijk hard hoor. En aangezien ik die kleppen toch even schoonmaak, haal ik alles eruit. Misschien dat ik de in- en uitlaat nog even schoon zand straal. Dat is niet echt nodig hoor, maar dat is gewoon perfectionisme wat ik hier kan doen. En nalopen. Ik weet ook niet of ik alles film. Maar dan heb ik dit mooi schoon. Koolstof eruit. En wat ik dan ook fijn vind is dat ik zandstraal die klepzitting. En daarna ga ik hem inslijpen. En dan kan ik mooi zien waar het contactvlak ligt. En dat contactvlak vertelt mij of het inslijpen goed is of niet. En natuurlijk op de klep. Die zandstraal ik ook. En dan kan ik hier op dit vlak ook zien of dat ik hem goed inslijp of niet. Dat vind ik belangrijk. Nou, die dingen. Dat is altijd een drama. En dan ben ik het tang kwijt. Even kijken, hier heb ik het tang. Waarom ligt dat niet lekker? Kniptang, hè? Niet verder vertellen. Dat is natuurlijk sleuteltechnisch gezien niet goed. Dan denk je van, dan zal hij wel dat andere dingetje er ook uit halen op die manier. Nou nee, dat gaat niet lukken. Ik zal het je laten zien. Die daar. Komt zelden voor, ik heb al gezien dat er oxidatie zit, dus zit muurvast. Komt zelden voor dat je die er heel uit haalt.
Nou, je ziet al, ik verneuk hem gelijk. Ik boor ze zelfs uit. Pak een kopkriptang of een vlechttang. Oh, dit is een hele moeilijke. Zo, eruit. Busjes zijn ongeveer 2 euro per stuk. Moet luisteren. Zeg het maar. Moet ik ze gaan maken? Nee, ik koop gewoon nieuwe. Monteer ze erin. Kant en klaar. Deze kop ligt voor mij nu even klaar. Maar daar heb ik er nog meer over te melden. Daar zie ik dat er een verkeerde schroefdraad in zit. Die is al los. Daar zetten we straks ook. Oh, die zit niet eens diep in. Zetten we straks ook een mooie in. Zo liefst origineel mogelijk. Gaan we schoonmaken. En de rest laten we gewoon zitten. Deze kop is voor mij. Potverdorie. Dat is jammer. Ai. En dit bedoel ik dus met kijken. Nou, dan gaan we kijken hoe we dat oplossen. Kun je nagaan hoe groot de krachten zijn geweest? Ik zal het u laten zien. Even kijken of ik de camera vast kan pakken. Ja. Godverdorie. Kijk eens goed, kunnen jullie het zien? Ik kijk naar de klepgeleiding erin. Misschien dat je het zo beter kan zien. Let op de onderste. Daar is wat weggebroken. Daar zit geen goede klepgeleiding meer in. Ai, 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 ai. Dat wordt een hoop werk. Dat ga ik niet filmen. Dat is wel voor de professioneel. Dus aan de bovenste is hij nog heel. Maar dan gaan we kijken of ik daar nog wat bij de in. Misschien dat ik het ook nog zo kan laten zien. Even zien voor jullie. Even kijken. Zo. Even zien. Even kijken. Ik kan dat moeilijk zien. Ik moet 2 dingen tegelijk doen. Daar zie je een klepgeleiding zitten. Je kunt zien, hè. Even kijken zo, hè. Maar op de onderkant. Daar is die compleet weggebroken. Dus daar zit geen klepgeleiding meer. Dan zeg je, nou, daar kun je toch wel mee doorrijden. Ik heb daar mijn twijfels bij. Dus ik ga deze eruit trekken. Uit een andere kop monteer ik, ja, die kun je eruit krijgen. Hoe weet ik nog niet, dat is voor mij nieuw. Gaan we wel proberen. Dat is voor mij gewoon ook een les. Zo bang ben ik niet, dus ik stook hem wat warm. Trek hem er of pers hem er gewoon uit. Die klepgeleiding zorgt ervoor dat die klep netjes in balans wordt gehouden in het midden. Maar er is nog een belangrijk deel waarom die klepgeleiding er zit. Koeling. Die hitte in de klep moet koelen via de klepsteel of via de klepzitting. Doet hij dat niet, wordt die klepsteel te heet, kan hij zijn warmte niet kwijt en dan loopt hij vanzelf nog vast in de kop. Dus die klepsteel, die moet ik gewoon goed geleiden. En ze hebben dat niet voor niks zo gemaakt. Dus dat kleine beetje wat er weg is gebroken is voor mij te veel. En hij normaal rustig rijdt, zal het best gaan. Maar die ene keer dat je eventjes 180 rijdt, loopt de boel nog hard. Dus die gaan we eruit trekken. Ik heb nog geen idee hoe. Eén ding weet ik wel. Hij moet er die kant uit. Dus ik ga hier een bus op zetten met schroefdraad. Trek ik hem er die kant wel uit. Gaat me wel lukken. Hoe ik die nieuwe erin krijg, weet ik nog niet. Maar dat is een ander verhaal. Ga ik hier naar kijken of ik daar nog wat dingen zie. Ook dit is voor mij les, hè. Leren. Dit ziet er wel goed uit. Hier heb ik geen probleem mee. Dus die ene kop heeft wel degelijk een flinke tik gehad. Met alle gevolgen van die. Dus die moet ik straks op. Die dingen zijn los te bestellen. Godsgruwelijk duur. Dat moet ik doen. Ik trek hem gewoon uit de andere kop. Ik heb gewoon naar. Een paar koppen liggen en dan trek ik hem uit. Zelfs 650 koppen heb ik liggen die krom zijn. Trek hem wel uit, komt wel goed. Ah, jongens. Het wordt spijtiger en spijtiger. Het wordt minder leuk. Had ik dat gewoon geweten? Ja, dat had ik geweten. Is me niet opgevallen. Ik zal het jullie zo laten zien. Het wordt wel een heel negatief filmpje. Maar goed, we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Doodzonde. Ja, dit had ik geweten. Dat is even jammer. Nee, ik geloof niet dat het veel uitleg nodig heeft. Hebben jullie het al gezien? Kijk eens.
Dat gaan we echt niet in orde maken hoor. Dat ga ik gewoon weggooien. Ik ga het gewoon nu een andere beslissing nemen. Ik heb even geen idee hoe ik het op ga knappen. Ik ben even teleurgesteld. Ook dat komt voor als je sleutelt. En in dit geval is de teleurstelling van die aard dat ik even tijd neem. En ik denk ik gewoon de boel opruim. Wat kanten klaar is, zet ik aan de kant. Wat ik daarin geïnvesteerd heb, laat ik staan. Dat neem ik maar even voor lief. En ik heb ook geleerd, omdat ik zoveel met deze dingen bezig ben, er komt vanzelf weer wat anders op mijn pad. Ik weet ook niet waarom ik dit doe, maar ik ga denk ik kijken of ik die ene kop kan opknappen met deze kop. Zo. En deze dingen laat ik verzinken, vind ik gewoon leuk. Maar dit is de inlaat, die krijg ik gewoon niet meer goed. Dat is te dun, ga ik niet goed krijgen. En ik las dat soort dingen niet op, dat werkt gewoon niet. Daar heb je ruimte voor nodig. Dit is vet, is bijna niet te lassen. Ook hier zie ik weer dat er imitatieschroefdraad in zit. Dit gaat straks gewoon de oude aluminiumbak in. Nee, ik ben niet boos. Ik werk. Zo, ga maar. Doodzonde. Niks aan te doen. Jammer dan. Dat houdt in dat ik ook even klaar ben met filmen. En dat ik eigenlijk voor jullie even niks te melden heb. Ik ga nu even zelf wat dingen uitzoeken, nalopen en bekijken. En in orde maken. En mocht ik weer wat te melden hebben, dan kom ik weer terug. Bedankt tot zover. Fijne avond gewenst. En mocht er vragen zijn, bel me gerust. Tot ziens.